Ja, het is al een spannende partij, de Ombrons. Maar helaas sta je nu met lege handen. Wat is jouw verhaal? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik een redelijk goede dag heb gedraaid. Kwartfinale een fout gemaakt. Die werd meteen afgestraft. Gewoon goed teruggeknokt. En dan deze partij zo verliezen, ja. Teleurgesteld gevoel daarna, ja. Meer dan logisch volgens mij. Kan jij iets vertellen over deze dag? Want je begon ijzersterk, je gaf het net ook al aan. Voelde jij je ook goed? Ja, ik denk dat ik me de laatste 2 weken van de voorbereiding ook wel goed voelde. En afgelopen week voelde ik me goed. Ja, dus ik heb me de hele dag ook gewoon goed gevoeld eigenlijk. Dus het was allemaal goed, maar ja, blijkbaar net niet goed genoeg. En je voorbereiding? Ja, eerst wat onrust gehad, nog van coach gewisseld. Maar daarna 2 weken me wel volledig kunnen concentreren op het EK. En daarna de draad wel weer op kunnen pakken. Dus uiteindelijk met een goed gevoel hier naartoe gekomen. Neem je nog een bepaalde lering nu uit deze bronzen strijd? Ja, je gaat natuurlijk altijd naar de hand terugkijken waar we nog aan moeten werken. We weten al heus wel waar er nog verbeterpunten zijn. Dus er is nog genoeg voor de komende tijd. Maar ik ga de komende dagen rustig kijken waar we nog meer aan kunnen werken.